Vandaag is Robin vermist in Skyblock. Robin? Hallo? We staan hier op het eiland van Robin, alleen Robin zelf die is er niet. Het grote standbeeld van Robin staat er wel, alleen volgens mij is Robin vermist. Ik heb overal gekeken, ik heb zelfs aan zijn broers en zijn familie gevraagd. Robin, waar is Robin? Heb je enig idee? Maar het enige wat ze blijven zeggen is... Hij is daadwerkelijk vermist. De bomen staat hier nog, maar Robin kan hem niet meer aanschouwen. En dat maakt me erg verdrietig. Maar, jongens, dat geeft mij wel een voorsprong om waarschijnlijk even op mijn eigen eilandje verder te gaan. In de vorige aflevering heeft Robin natuurlijk de ingang hier gemaakt. Waar je kaartjes kan kopen voor mijn pretpark. Wat niet echt een pretpark is. En hij heeft natuurlijk een beacon hier gebouwd die we overigens weg moeten gaan halen. Daar heb ik zo geen zin in, jongens, om deze mega... Dit is niet eens een echte beacon. Dat maakt het zo verdrietig. Dus laten we daar ook gewoon even mee beginnen. Die rot beacon hier weghalen. Oh, wat een onnodige moeite gaat dit zijn. Hoe hoog is dit? Het staat zelfs een bordje aan die kant. Wacht, ik wil het bordje lezen. Oh, hier is het. Kijk, jongens, het bordje. Komt-ie. En er staat... Oh, meneer op Joopie, dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, dat gaan we niet doen. Weghalen. Weg ermee. Hoe hoog is dit? Het ergste, jongens, ik moet niet alleen deze paal van dit naar beneden halen, maar ook mijn dirtlaagje die ik nu aan het bouwen ben. En ik kan mijn eiland niet eens meer zien. Zo hoog als we zitten. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna, jongens. Er staat nog een bordje boven. Hetzelfde weer. Nou, laten we het maar naar beneden halen. Oh, wat is dit een vervelend taakje, Robin. Echt waar, ik ben blij dat je vermist bent, want anders was ik heel boos op je geworden. Nou, we zijn weer terug op het eiland. We hebben het helemaal gesloopt. Dat betekent dat de beacons zelf ook nog eventjes weg moeten liggen. Overal blokjes verspreid. Het ziet er allemaal niet uit, het is één grote bende. Maar dankjewel, PE Casual Coast 99 voor de 1000 euro, zo te zien. En abonneer op Rick Force. Gadverdamme, wat doet deze hier? Laten we dan ook alle troep die ik hieruit heb gekregen van Robinson Beacon uit disrespect gewoon... De void ingooien hier. Gewoon puur uit disrespect. Ik hoef die spullen niet. Volgens mij heb ik wel nog Robin's spullen in mijn inventory. Ik heb wel nog Robin's spullen. Hij heeft nog mijn spullen. Dat meen je. Die hebben we nog niet teruggegeven aan elkaar. Maar goed, jongens. Vandaag wil ik een beetje progressie maken aan de toren. Ik wil er eindelijk een keer een toren van maken. En dat betekent dat ik ook in kleuren wil gaan werken. Ik weet niet, dat betekent helemaal niks. Maar ik wil heel graag in kleuren gaan werken. We hebben nu natuurlijk hier een grijze. Dan hier een witte. Dan wil ik hier, denk ik, een kleur doen. En dan kleur op kleur op kleur op kleur. Dan krijg je echt de toren. Wordt gewoon één grote regenboog. Of het er mooi uit gaat zien, geen flauw idee, maar het is wel een heel leuk idee. Dus laten we even wat gekleurde blokken kopen. En ik denk dat ik wil beginnen met wat zou een beetje een mooie switch zijn. Misschien, ik weet het niet. Laten we beginnen met green terracotta. Dan kopen we die als eerst. Wil ik dat een beetje mixen met... Oeh, we hebben niet concrete powder. Dat is wel heel vervelend. Dat kunnen we fixen. Dan nemen we green dye, kopen we. Kopen we heel veel gravel. En dan kopen we ook heel veel, niet sandstone, nee, zand. Zo, kijk. Tonk, tonk, tonk. Want als we dat namelijk hier in ons huisje... Oh, dan moeten we de deur dicht doen, zo netjes. Als we dat hier namelijk zo mixen, kijk, dan kunnen we green concrete powder maken. Voor als je afvraagt hoe dat moet, volgens mij... Komt er, jongens, dit is even een Minecraft quiz voor mezelf. Ja, kijk, zo maak je concrete powder, jongens. Dan heb je ook gelijk genoeg. Hoppakee. We kunnen wel een beetje Minecraft spelen. We snappen wel een beetje hoe het moet. Laten we dan, omdat we hier ook groen tapijt hebben, een tweede verdieping maken die dan groen is. Even kijken. En dan beginnen we door het witte te vervangen. Want als het dan grijs, wit, groen is, is ook zo random, denk ik. Ik denk dat we dan beter gelijk met groen kunnen beginnen. Of kunnen we... Ik weet het niet. Nou, laten we gewoon groen erbovenop doen, boeien. Wat is dit nou weer? Groetjes van je lieve helpertjes, Riccio, Ian en Luc. Dankjewel, helpertjes. Ik waardeer het. Er loopt weer een creeper op mijn eiland. Wat doen we? Hoe een skeleton? Wat doen jullie hier? Hoe komen jullie hier? Oh mijn god, een skeleton schiet me eraf. Gelukkig heb ik die katten, die maken die creepers bang. Maar die skeletons zijn wel heel irritant. Het is even goed heel irritant. Hoe kom je hier? Je maak een bad, kat. Kat, pak hem. Pak hem dan, je bent een kat. Ik dacht dat jullie creepers bang waren voor jullie. Oh mijn god, wat haat ik het feit dat die beesten hier zo vaak spawnen. Laten we even een crafting table hierboven plaatsen. Dan heb ik ook heel veel trapdoors weer nodig. Want die zijn erg... die worden erg veel benut in deze build. Op deze manier. 1, 2, 3, 4. Toen, 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 toen. Want dan kunnen we daarna hier... Kunnen we een soort gradientje maken. Zoals dit. Kijk, hoe leuk is dat? Klopt dat? Is dat net zo hoog? Of moet dat iets lager zijn? Nee, dat klopt wel. Dan blijkt het ook dat ik veel stairs nodig heb. Kijk, want hier doen we zo. En dan hier doen we hem weer dicht bonjouren. Ja, dat gaat er leuk uitzien. Ik heb hoop, jongens. Ik heb heel veel hoop dat het goed komt.
Dan moeten we wel gelijk ook glas plaatsen. Want als ik dat niet doe, dan kan ik ook niet de mooie concrete powder erbovenop plaatsen. Omdat het dan natuurlijk naar beneden zakt, want het heeft zwaartekracht. Hetzelfde principe hier. Dan gaan we het ook weer dichtbouwen. En dan, als ik dat ook nog heel even dan aan deze kant doe. Wacht, ik die armor even aandoen. Dan heb ik wat meer ruimte. Hoe ziet dit eruit, jongens? Laten we heel even kijken. Wacht. Dit moet dichtgebonsjoerd worden. En dan kunnen we even kijken. Hoe ziet dit eruit? Het ziet er... Oh, dat is cool dat er een groene verdieping op zit. Het klopt. Alleen dan, dit vind ik dan een beetje random. Dat witte moeten we dan een keer vervangen. Maar dat er groen in zit, dat matcht zo erg met gewoon de rest van dit. Dus misschien dat we even moeten gaan kijken hoe we het op kunnen lossen. Dat de kleuren een beetje combineren met elkaar. Maar ik vind groen bovenop vind ik wel gewoon heel leuk. Zo kunnen we de toren ook gewoon een beetje kleur geven. Weet je, het is niet gewoon alleen maar wit en hout en zo. Maar heeft het een beetje kleur. Een hele rare bult is dit. Ik weet niet waarom... Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar we gaan gewoon door. Oké, jongens, als het goed is, hebben we nu helemaal rondom gebouwd. Laten we even kijken. Ik zag een bordje. Ik zag een bordje. Wat staat er? Riccio was... Waarom zijn er zoveel mensen op mijn eiland geweest? Hallo? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Maar hoe ziet het eruit? Het ziet eruit alsof het prima is. Alleen, nogmaals, dan moet wel dat witte randje eronder moet, denk ik, verdwijnen, jongens. En dat moet een andere kleur worden. En het is net een beetje te... symmetrisch. Kijk, nu is het dak natuurlijk ook nog plat aan de bovenkant. Dat wordt ook nog veranderd. Geen zorgen. Maar ik denk dat het leuk is als we wat random torentjes en uitsteeksels en uitbouwtjes hier en daar toevoegen. Gaat wel een moeilijke taak zijn. Maar laat ik bijvoorbeeld daar even een torentje bouwen en daar een kleine uitbouw. Of hier misschien op de helft. En gaan we kijken hoe dat eruit ziet. Misschien dat het wel een leuk effect heeft. Het gaat wel moeilijk zijn, maar laten we het proberen. Kijk, dit soort dingen kunnen we allemaal doen als Robin er niet is. Weet je, normaal als Robin er is, dan is het gezeik. Dan gaat hij weer over je speelt vals, weet ik voor wat. Of je hebt inmiddels al 2 miljoen van kijkers gekregen. Ik weet het, Robin, maar hè, nu kan ik gewoon lekker doorbouwen. Je vermist stinkkop. Oké, jongens, ik heb een beetje lopen klooien en een beetje lopen weet ik voor wat allemaal. En laten we even kijken hoe het eruit gaat zien. Ik heb geprobeerd het zo rommelig mogelijk te maken en het ziet er... Oh ja, dit gaan we doen. Ik moet het nog wel even fine-tunen, vooral deze jongens. Maar kijk dit dan hier. Dit ziet er zo rommelig uit. En imagine dat het overal een beetje... Kijk, dat groene, dat zakt hier nu ook al naar beneden en zo. Imagine... Nee, symmetrisch gaat... Hier, wacht. We hebben hier symmetrisch. En we hebben hier een prullenbakje en dan doen we zo. Dat doen we met symmetrie. Oké, maar laten we het even mooi maken. Want dan... Ik wil jullie niet teleurstellen, weet je. En dat het er lelijk uit gaat zien. Maar jullie moeten me vertrouwen, weet je. Ik denk... Ik heb veel dingen gebouwd in Minecraft inmiddels. Ik heb natuurlijk heel content venen. Ik heb weet ik voor wat allemaal. Er gebeurt altijd van alles. En het ziet er 9 van de 10 keer altijd wel leuk uit. Maar ik snap dat je soms kan denken... Max, weet je het wel zeker, weet je. Maar met dit... Vertrouw me. Ik ga echt mijn best doen om dit zo leuk mogelijk te maken. Ah! Nee! Ik val van mijn eiland. Ik ga zo mijn best doen om dit rommelige dingetje hier gewoon echt leuk te maken. Laten we hier even wat ramen toevoegen. Kijk, misschien hier. Oh, dat gaat natuurlijk niet, hè? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Juist, een raam erin, jongens. Dat maakt het al zoveel beter. Dat rommelige... Oh, ik vind dit zo leuk. Ik vind dit zo leuk. Hier maken we het raam ook gewoon veel langer. Kijk, hier is het raam ook... Oh, de dirt? Wat doet dirt hier? Kan dat nou? Ik heb een calcite nodig. Maar ik weet dat Robin volgens mij vorige aflevering te veel calcite heeft. Yep, er ligt echt ziek veel calcite. Dat nemen we even mee. Toenk, toenk. Hoppakee. Dit moet er ook nog heel even anders uitzien. Wat doet die daar? Ik weet het niet. We doen het gewoon voor nu eventjes zo. Een beetje rommelig van binnen, maar dat maakt niet uit. Kijk, deze moeten allemaal waarschijnlijk even... Nou, die kunnen wel op dit niveau blijven. Maar dan moet het misschien met een extra laagje zoals dit. En dan hier signs tussen. Ja, dat is leuk. Ik hoop zo echt dat dit leuk gaat worden. Ik vind het nu al leuk, maar omdat ik het voor me zie, weet je. Je moet het een beetje voor je zien. Hoe rommelig dit kan worden en dat het leuk kan zijn, dat rommelige. Alleen dat dit groen is, dat klopt nog helemaal niet voor mijn gevoel. Dus ik moet er iets meer calcite in verstopt zitten ook nog. Omdat het natuurlijk nog op de witte verdieping zit. En ik zie dat dan het witte wel kan, weet je. Kijk, dat kan dan weer... Ja, dat ziet er al veel beter uit dat het ineens wit is. Oh, dat ziet er zeker beter uit. En dan is het eigenlijk nu ook tijd om daar in het midden het ook te laten connecten. Dus daarvoor moeten we weer heel eventjes naar boven. Creeper! Waarom is er nou een creeper? Waar komt hij vandaan? Waarom is hij weer op mijn dinges? En waarom heeft hij ook... Hij heeft echt veel gesloopt. Dit is echt... Nee... Dit is gewoon echt goede schade. Hoe kan dat nou? Vervelende rotbeesten zijn het ook. Dan ben je de boel opblazen hier en zo. Waarom nou weer? Wat voegt het toe? Wat voegt het toe, vraag ik me dan af. Creepers, waarom moeten jullie nou mijn boel hier opblazen? Kijk nou wat je gedaan hebt. Wat een vervelende narigheid dit. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil echt een oplossing voor het creepprobleem, jongens. Als jullie er een hebben, laat het nu weten in de reacties. Ik smeek erom, echt waar. Hoe ga ik die creepers verhelpen? Waarom blijven ze... Hallo? Waarom blijven ze spawnen op mijn eiland?
Oké, dan gaan we hier hem ook dichtbouwen. Dat moet wel gewoon helemaal met dat groene weer mooi. En dan kan dit hier ook uiteindelijk gesloopt worden. Dan hebben we veel meer ruimte ook op deze verdieping. Het is allemaal zo krap voor mijn gevoel. Even kijken, hoe ziet het er nu uit met daar dat het... Oh my days. Kijk hoe rommelig het is. Dit is geweldig. Ik vind het helemaal leuk, jongens. Het is echt een kunstwerk aan het worden. Het is echt een kunstwerk. Kijk nou, dit ziet er toch niet uit. Het is één grote bende. En ik hou ervan. Het is mijn bende. Ik vind het gewoon echt geweldig. Ik vind het echt geweldig. Vervelend is dat ik dit wel aan alle kanten moet doen. Ik heb het nu natuurlijk nog maar aan één kantje gedaan. Maar eigenlijk moet het even aan beide kanten gebeuren. Zeg maar, naar beide kanten. Het moet niet symmetrisch zijn. Maar dan moet ook net zo rommelig aan de andere kant moet het worden. Maar ik wil eerst jullie feedback er een beetje over. Jongens, stel jullie zijn het er helemaal niet mee eens. Laat dan weten in de reacties. Maar stel jullie zien het op dezelfde manier voor me als dat ik het zie. Kijk, nu is het een beetje plat daar. Maar wat ik nu dan van plan ben is om een keer een schuin dak te doen aan één kant. Maar niet aan de andere kant. Dat het dan weer daar omhoog gaat. Maar daarna weer... Ik kan het wel uitleggen, maar als je... Vertrouw me. Laat even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Want wie weet vinden jullie het wel allemaal poep. En dan, ja, dan misschien hebben jullie pech. Maar misschien dat ik dan ook gewoon weer een ander concept erop uit ga voeren. In plaats van dat ik nu doe. Maar imagine dit een beetje helemaal rondom. Hoe leuk het eruit kan gaan zien. Laten we nu dan even naar de spawn gaan, jongens. Want ik wil natuurlijk mijn dagelijkse beloning hier wil ik ophalen. Ooit gaan we een keer wat leuks krijgen uit deze crate. Dat moet wel een keertje gebeuren. We krijgen altijd poepdingen, maar ik verwacht gewoon een keertje wat leuks. Kom op. Weer lanterns en ik had er al zoveel. Ja, dan kan je wel kijken. Het is je boy Noah 13. Maar ik meen het. Overigens is er in de server, jongens, een nieuwe soort winkel. Namelijk de gemswinkel. Daarmee kan je tokens kopen, geld. En dat is alleen in Skyblock. In de andere servers, in deze, bijvoorbeeld in de Survival en de Cakewars en zo, kan je ook allemaal andere dingen doen. Maar daarvoor moet je wel... Even dit IP joinen, jongens. Je kan gewoon ook op deze server spelen. Doe nou gewoon even gezellig mee. Het is een hartstikke leuke server. Speel je nou Bedrock, moet je deze poort gebruiken. Maar ik heb 1300 gems, jongens. En met 1300 gems kan ik volgens mij best wel wat kopen. Je kan namelijk, zo te zien, 1000 tokens kopen. Laten we dat ook maar gewoon doen. Hier, boppakee. 1000 tokens. Heb ik nog 300 gems over? Die bewaren we nog even. Dan gaan we naar de tokenwinkel. En met 1000 tokens kan ik volgens mij, ja, een legendarische sleutel kopen. Oh, jongens. Laten wij een keer een legendarische crate openen. Toenk. Oh, deze werkt heel anders. Oké, laten we even kijken. Ik wil crate nummer 12 hebben. Ik mag er 4 kiezen. Ik wil crate nummer 24, nummer 5 en nummer 13 hebben. En dan krijgen wij... Oeh, ik ben zo benieuwd wat we krijgen. Oeh, 5 blauwe dingen. Dus dat zou niet heel bijzonder zijn. We krijgen 20.000 euro. Van harte welkom. Nog een keer 20.000 euro. 16 shulker shells. En 6 emerald blocks. Nou, dat is op zich best leuk. Dat is serieus veel meer dan dat ik uit al deze... Ik heb 400.000 van Chrisje gekregen. Chrisje, waarom? Shout out to you. Dat is veel meer dan dat ik ooit uit deze crate zou krijgen hier. Maar je kan hier ook gems uit krijgen. Je kan hier nog meer crate sleutels. Ook spawners, beacons, zieke tools. Je kan hier zulke goede dingen uithalen, jongens. Maar laten we natuurlijk even doen wat we elke aflevering doen, jongens. En dat is namelijk 10 vissen vangen. Maar hoe staat het voor hier? Ah, iemand heeft inmiddels al 7000 vissen. Goed bezig. Pakken we even de dagelijkse vishengel natuurlijk. Gaan we hier een keer op staan en dan gaan we gewoon lekker vissen. Ik heb een miljoen gekregen van Yuri. Gast, ik heb nu 3,5 miljoen. Jongens, ik heb toch zoveel geld op het moment. Wat moet ik nou met 3,5 miljoen, Yuri? Wat moet ik ermee? 3,5 miljoen. Hé, hey, iemand heeft een goede vishengel in het water gelegd. Die pakken we even op. Dat is voortermijn vishengel. Wat is er? Lukt... Oh, mijn god, hij is ook nog... Oh, mijn idee, wacht even. Oh, mijn god. Deze hebben we niet meer nodig. Dit heb ik ook niet nodig. Die zal me ook niet. Luck of the Sea. Curse of Vanishing. Maar hij is helemaal niet gefinished, want hij was gedropt met het Mending Unbreaking. Lur. Oh, my days, joh. Kijk, dan heb ik dit opgepakt. Wat een goede vishengel. Deze gaan we voortaan gebruiken. Dit is voortermijn hengeltje. Kijk hoe snel ik dingen vang nu. En ook gewoon goede dingen ineens. Met een normale hengel duurt het altijd eeuwen voordat je natuurlijk iets hebt. En volgens mij met die enchant zoals dit gaat het sneller. Of het is... Kijk hier alweer. Kijk hoe snel het gaat. Nu snap ik dat mensen 7000 vissen vangen. Als je gewoon een goede hengel hebt, dan werkt het beter. Ik altijd met zo'n poephengeltje maar een beetje zitten vissen. En niks vangen hier. Kijk nou. We hebben nu we zitten al op de helft. Ik heb de cheat gevonden, jongens. Ik heb de cheatcode gevonden. Gewoon een goede hengel gebruiken. Nog maar 3 vissen. Vissen, jongens, hebben we weer 10 vissen gevangen. Een zadel, dat is leuk. Die bewaren we wel. Daar ben ik wel blij mee. Nog eentje. De laatste vis. Wat gaat het worden? Het is nog een visje. Oké, we hebben 10 vissen. Ik ga deze echt bewaren, jongens. Deze ga... Hij gaat niet eens stuk. Kijk nou. Hij gaat letterlijk niet eens stuk. Hoe komen mensen hier aan? We moeten wel... Yuri, jij bent mijn grote supporter trouwens. Jij hebt me juist 1 miljoen gegeven. Het slaat helemaal nergens op. Hoeveel vissen moet ik eigenlijk vangen als ik op deze 2000? En dan sta ik op plek 10. 2000, jongens. En hier? Waar sta ik hier ergens op? Oeh, ik kom wel in de buurt. Ik sta bijna op dat... Ik sta bijna gewoon op... Yuri, 109 miljoen. Hoe kom jij aan 100... Chrisje, wat heb jij dan? Chrisje, 13 miljoen. Maar hoe komt Yuri aan 109 miljoen?
Hoe kan dat? Leg jij dat eens aan mij uit, jongeman. Chrisje vraagt, wil je op plek 10 staan? Ja, Chrisje. Ja, kom maar door. Ik heb weer een miljoen van Yuri gekregen. Staan we er dan op? Als het goed is, horen we nu ergens binnen no time horen we hier te komen staan. Dat scorebord moet even updaten. En 10... Nee. 10 miljoen, Chrisje. Chrisje, nee. Jij had maar 13. Nee. Slash P, Chrisje. Chrisje, je gaat niet 10 miljoen. 10 miljoen is echt te veel. Dat is echt te veel. Dat gaan we niet doen. Niet zoveel. Dat is letterlijk jouw... Dan ben je al jouw geld kwijt. Je hebt 13 miljoen. Oké, 1 miljoen mag. 1 miljoen is oké. 1 miljoen is oké. Oh, hij zei ook oeps. Het ging per ongeluk. We hebben 5,5 miljoen. Krijgen ervan, Robin. Moet je maar niet vermist worden. Dan kan je ook rijk worden in het leven, hè? Gewoon met je vermiste kop. Ik heb weer 2 miljoen. Yuri. Hallo, we hebben 7 miljoen, jongens. Wat gaan we met... 1 miljoen van Chrisje weer. We hebben zoveel geld. Waar staan we dan op een gegeven moment? Zometeen als het scorebord... 8 miljoen. 8 miljoen. Dan staan we zometeen op plek 6. Waarom? Dit wil ik toch helemaal niet? Wat moet ik met 8 miljoen? Ah, dankjewel Panda voor 100 euro. Weet je, die 100 euro, die wordt gewaardeerd. Laten we een klein cadeautje achterlaten voor Robin. Ik bedoel, ik heb nu zoveel geld. 8 miljoen. Kan ik er iets mee bijzonders in de shop kopen? Wat voor spanner? Oh, ik kan legit gewoon een... Ik kan bijna een villager spanner kopen, jongens. Voor 10 miljoen. Ik weet alleen niet of ik dat wil doen, maar ik kan hem wel bijna kopen. Maar wat voor cadeautje gaan we achterlaten op Robins eiland? Ik heb wel een leuk idee. Netherite is best wel duur. 64 kost 32k. Laten we dan... Komt-ie. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heeft me 300.000 euro gekost, Robin. 300.000 euro. Maken we allemaal blokken van. Oh mijn god, ik ging over de val heen. Ah, Yuri heeft al een deel gesponsord weer. Kijk, dan gaan wij hier gaan we gewoon een laag netherite bouwen. Zo. Dat gaan we op meerdere plekken doen. We gaan gewoon overal netherite in zijn huis bouwen. We hebben daar een beetje netherite gedropt. Dan doen we hier beneden doen we ook netherite droppen. Maken we gewoon een mooi vierkantje maken van netherite. Alleen denk ik niet dat ik genoeg ga hebben dan. Ga ik nou serieus tekort komen terwijl ik dacht dat ik veel te veel had? Het slaat helemaal nergens op. Oh, misschien als... Oh, daar ging een blokje. Misschien als ik die blokken van boven weer haal, dat ik genoeg heb. Wacht, dan moet... Oh, wacht. Laten we deze blokken die ik hier toen boven had geplaatst. Als we die nou hakken, hebben we waarschijnlijk... Oh, dit duurt lang. Oh, ik schrik hier echt van. Dit duurt echt lang. Oké, 17 blokken. Ik denk dat dat wel genoeg... Oh, hier beneden ligt er nog één. 18 dus. Ik denk dat dit wel genoeg gaat zijn om de verrassing hier beneden goed af te vinken, als het ware. Ja, 100% gaat dit genoeg zijn. Kan niet anders. Hier, toen, toen, toen. Dan halen we die weg. Toen, 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 toen. Toen, toen, toen. Juist. Kijk, nu hebben we genoeg. We hebben nog 7 over. Dat betekent dat we 1, 2, oh, 2, 4. En wat doen we dan met de laatste 3? Die gooien we naar beneden. Het is respect. Nou, kijk, dan heeft hij een kleine leuke beloning. Als hij hier volgende keer is, ziet hij allemaal netherite blokken. En dan kan hij mee doen wat hij wil. Hij mag ze ook verkopen. Weet ik voor wat gratis geld. Doe ermee wat je wil, Robin, omdat je vermist bent en ik ben ineens stinkend rijk. In ieder geval voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Zoals jullie achter mij zien, hebben we een leuke progressie gemaakt aan het huis. Ik hoop dat jullie het idee leuk vinden van het zo rommelig mogelijk maken, maar wel heel kunstachtig. Ik weet het niet, ik probeer het goed te praten. Reageer even met een hashtag Team Walnut en niet hashtag Team Robin, want jullie zijn allemaal natuurlijk voor hashtag Team Walnut. En zeker als je tot dit punt in de video bent gekomen. En nu dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan nu deze video kijken, want dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Deze was wel met Robin. Robin, voordat hij vermist was, zeker even kijken. Gingen we van eiland ruilen. En nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer. Yeah.